Aankomende week is het Veteranendag. Een dag dat we speciaal stilstaan om onze veteranen te eren. Maar het is ook zaak dat we dat andere dagen van het jaar ook doen. En dat is helaas niet altijd het geval geweest. We erkennen inmiddels dat we als politiek, maar ook als samenleving, de Dutchbed veteranen schandalig in de kou hebben laten staan. Maar ook recent nog hadden we een documentaire over Tjora, waarbij een vertekend beeld van onze militairen werd gezet die maar lukraak zouden rondschieten. En vorige maand verscheen de film De Oost over de decolonisatieperiode in Nederlands-Indië. Natuurlijk zijn er in Nederlands-Indië oorlogsmisdaden gepleegd die op geen enkele manier goed zijn te praten. Maar het beeld wat in deze film wordt geschetst is eenzijdig en kwetst veteranen. Veteranen die vaak als dienstplichtigen in de opdracht van de regering daarheen gingen. De regisseur zou graag zien dat deze film wordt gebruikt als lesmateriaal. Het CDA vindt het belangrijk dat wij deze zwarte periode behandelen op scholen. Maar voor het CDA is het onbespreekbaar dat deze film los van de context wordt gebruikt. Want lesmateriaal moet evenwichtig zijn en dat is deze film niet.